Weet ik er bijvoorbeeld nog één van fotografie, waarin we echt zelf gingen ontwikkelen. Ja, en dat was natuurlijk het wauw-effect wat je dan creëert. Ja, en dat is me altijd nog bijgebleven. Nou, het heeft mij wel bewust gemaakt dat ik dat wauw-effect ook heel graag bij kinderen wil zien. En dat ik ook dingen wil doen waar ze ook over, 24 jaar nog steeds over nadenken. En die foto was het belangrijkste niet. Het wauw-effect, dus het proces ernaartoe, is gewoon veel belangrijker geweest. En dat je dat in een groepje doet, je doet het anders dan anders. Je komt op een plaats waar je anders nooit komt, in zo'n donkere kamer. En dat wil ik ook aan het team meegeven. Dat ze niet altijd die mooie werkjes willen hebben per se. Maar dat ze gewoon kijken van wat doen de kinderen nou? En zijn ze creatief bezig? En doen ze hun dingen? Stellen ze hun plannen bij? En ja, dat ze gewoon het proces gewoon voorop stellen in plaats van alleen maar het product. Het stimuleren van onderzoekend vermogen. Wat we eigenlijk niet van nature heel veel doen als leerkrachten, niet heel veel stimuleren. Dat we daarmee proberen om de kinderen hun eigen creativiteit te laten ontdekken, dat ze meer vrijheid ervaren om dingen te proberen en daardoor ook meer durven een vrijheid om zich te uiten. Bij onderzoeken hoort ook reflecteren, want als dingen niet goed gaan, dan moeten ze opnieuw of anders. En daardoor komen ze ook weer tot creëren. Dus dan krijg je ook meer weer dat proces in beeld. En dat ze dan ook meer zelf na gaan denken. Dat ze ook niet het gevoel hebben van ik moet in een bepaalde richting. Maar dat ze ook zelf het proces daarin voorop stellen. Dus het onderzoekend vermogen daar wordt heel erg op ingestoken. Omdat dat heel veel ruimte biedt voor eigen creativiteit en oplossingsstrategieën. We hebben een teamtraining gekregen toen we begonnen. Het was georganiseerd door Wakker. En we werden ook echt wakker geschud van hey, er is een andere manier om met dingen om te gaan. En je kunt anders denken. Dus vooral ook het plezier erbij betrekken. Dat teamleden het ook gewoon leuk vinden. En niet dat ze alles moeten horen op papier. Daarna is er iemand geweest die het echt meer op de praktische invulling binnen de lessen heeft uitgelegd. Heel veel materiaal ook meegenomen, dus heel veel praktische voorbeelden. Hoe kun je het nou echt in de klas gebruiken? Ja, en eigenlijk van daaruit zijn we best al heel snel concreet aan het werk gegaan. Omdat wij al een werkplaats hebben, zoals ik vroeger mijn expressiemiddag had. konden dat ook eigenlijk binnen de werkplaats meteen heel goed toe gaan passen. En we hadden ook meteen inspiratie, leuke ideeën van oh, dan kan ik dit doen en dan kan ik dat doen. En dan ga ik dat eruit gebruiken voor mijn werkplaats. Wij als leerkrachten moeten daar ook in scholen, want wij zijn zo gewend om kinderen te helpen en kinderen te vertellen hoe iets moet. En dat moet in de eerste instantie ook, maar daarna kunnen ze best heel veel dingen zelf oplossen. En dan kom je eigenlijk pas achter als je het los durft te laten. Dus dat is ons leerpunt vooral, dat wij gewoon leren loslaten en ook dingen teruggeven aan leerlingen. Van hoe zou je dat op kunnen lossen? En door middel van vragen stellen, een kind zelf sturen in de richting van een oplossing, maar niet altijd die oplossing maar aandragen. Nou, ik denk betrokkenheid als ICC'er creëer je denk ik door het laagdrempelig te maken. Door collega's niet het gevoel te geven van je moet dit of je moet dat. Dus iemand echt aanspreken op je doet het niet goed. Dat is dan ook niet heel handig denk ik. Ik denk dat vooral van elkaar leren en de dingen die wel werken met elkaar delen. Dat werkt hier eigenlijk ook gewoon het beste. Na de werkplaats gaan we even lekker met z'n allen in de teamkamer zitten. Kopje thee erbij en gewoon even, dit was leuk en dat was leuk. En dan denk je, oh ja, maar dat kan ik volgende keer ook dan wel doen. En op die manier van elkaar leren. Dus als we die lijnen dan goed aangebracht hebben, zeg maar. En dat staat ook goed op papier. En daar maakt de DCL natuurlijk ook dan instrumenten voor om dat goed op papier te krijgen en dat duidelijk helder voor iedereen te hebben. Ja, dan kun je die doorgaande lijn gewoon als een beleid in gaan zetten en dat gewoon volgen. Ja, en als die aanpak door gaat werken in andere vakken, ja, dan kan je veel dieper op dingen ingaan gewoon. Dan komt het allemaal veel beter binnen bij de kinderen. Want dingen die je zelf leert, onthoud je gewoon beter dan dingen die je allemaal verteld worden.